Nogmaals, heel hartelijk welkom dat jullie hier zijn, want jullie hebben eigenlijk eraan meegeholpen dat wij dit hebben kunnen realiseren. We hebben al jaren gelopen met jongens, we zouden eigenlijk wel iets willen hebben, een bijenhal waar mensen die thuis de bijen niet kunnen hebben, de bijen neer kunnen zetten om mensen te ontvangen of te scholen of kinderen, weet ik het wat. Maar dat lukte allemaal niet zo heel goed. Toen kwam hier dat park. En toen hebben wij naar voren gebracht, zouden we daar iets kunnen? Ja. Nou, dat werd bij Ad van der Ven in eerste instantie heel positief ontvangen. En dat is bij de gemeente terechtgekomen en noem maar op. En dat werd meteen goedgekeurd. Nou, toen hebben we een schetsje gemaakt voor een bijenhal. Daar heeft ons Ad van Opstal uit Helvoort, misschien ook in sommigen bekend, heel actief in de LNMH. Die is leraar bouwkunde geweest, dus die heeft een tekeningetje gemaakt. Heeft een hele tijd gelegen. Toen kwam ik zelf in één keer op het idee, want eerst wilden we een halletje bouwen met zo'n zadeldakje. Dat is ook heel mooi. Maar hey, een groen dak. Dat is eigenlijk veel mooier in zo'n park. Ja. Dus bijna Aad Vermeer. Nou, Aad was meteen enthousiast en die heeft dat voor ons gesponsord. Alleen moest de tekening toen veranderd worden. Bij de gemeente geïnformeerd. Ook weer via Ad, moeten we nieuwe tekeningen en zo. Nou, dat hoeft allemaal niet. Dus nou, vertel het niet verder, want als wij iets willen, dan wordt het allemaal best heeft gezegd dat. Ja, op die manier is dat allemaal gerealiseerd. Het is heel degelijk gebouwd, zien jullie wel. Want dat was ook een punt. Dan komt een sedumdak op. Als dat goed nat is, dan is het geloof ik 60 kilo per vierkante meter. Dus vandaar dat die balken allemaal zo stevig zijn. Dus het zal niet in elkaar zakken, dat geloof ik niet. Maar ja, de honingbijen hebben ook jaren gehad dat we heel veel sterfte in de winter gehad hebben. Dat heel slecht ging. De laatste jaren gaat het weer een stuk beter. Bovendien, wij kunnen weer nieuwe volken maken. Van één goed volk in de zomer, als je dat zou willen, kun je er wel 10. Kun je wel 10 nieuwe maken, of meer. Maar we hebben ook wilde bijen, solitaire bijen. En die hebben het veel slechter. Die worden tegenwoordig ook wel geholpen door middel van insectenhotels. Gaan wij hier ook nog bouwen en daar betrekken we jullie ook bij. Wilde bijen die vliegen maar op één soort bloemen, of enkele soorten bloemen. En als die bloemen er niet zijn, want er is heel veel verdwenen, dat weten jullie ook, dan kunnen die bijen ook niet meer leven. Dus dat moet van twee kanten, nestgelegenheid, maar ook voedsel in de vorm van bloemen. En hommels en vlinders, jullie weten het allemaal, dat het allemaal steeds minder wordt. Maar je ziet op het ogenblik toch ook weer dat er ook weer vooruitgang is. Pak dit park, maar ook bij tuinders en zo zie je toch ook weer hele hoeken die ze ingezaaid hebben met groenbemesters wat bloeit. Dus we moeten ook niet al te pessimistisch zijn, maar we moeten wel in ieder geval... We zijn er wel achter gekomen dat het anders moet. Want de honingbijen, maar ook de wilde bijen, die hebben we toch nodig om voldoende te kunnen eten. Want er wordt gezegd 80% is afhankelijk van bijen. Anderen zeggen weer 40, 50. Nou, hoeveel dat dan ook is, maar het is heel veel. Nou, hier staat één bijenvolk. En dat bijenvolk, dat ga ik zo meteen voeren. Met suikeroplossing,
Je kunt gewoon suiker in de winkel kopen. Vroeger konden wij suiker kopen, die was gedenatureerd. Daar hebben ze iets ingegooid, kun je het niet meer opeten. En die was dan goedkoper. Dat is al lang niet meer. Dus je kunt gewoon consumptiesuiker pakken, oplossen. Twee delen suiker, één deel water. Dan krijg je een hele dikke stroop, dan is het zowat honing, zeg maar. En dat voer je ze dan en dan nemen ze op voor de winter. Er zit nou behoorlijk wat voer in, dus je moet even kijken hoeveel zit erin. Hoeveel moet erin zitten om te kunnen overwinteren. En dat is een kilo of 12, 13. Zo, voor één volk? Ja. Voor één volk, ja. Duur volk. Nou, dat is veel. Dus zitten er 4 kilo in. Dan moet je fitnesscentrum. Als er nou 4 kilo in zit en ik wil er 15 in doen, dus dan moet er nog 11 kilo bij. Je hebt ook van die kannetjes tegenwoordig, dat is, noemen we invertsuiker, dat gebruik ik ook. Dat is, want suiker die wij eten, hier staat hier ook, dat is saccharose, dat is een meervoudige suiker. Die bijen moeten dat omzetten in enkelvoudige suiker. De volken, daar kunnen er dus nooit 4 in, dat is niet de opzet. Wij willen hier een paar bijenvolkjes hebben om te bekijken hoe ze vliegen, hoe ze stuifmeel halen, want ze komen nu al met die klompjes stuifmeel aan de pootjes binnen. Ik zal meteen maar eens kijken. En we zullen hier misschien nog wel een keer iets van de school of zo ontvangen en zo, maar het is niet de bedoeling om hier helemaal vol bijenvolken te gaan zetten. Zeker niet. Nee, maar overlast, als ze bij jou op de bloemen komen zitten, jullie hebben heel veel bloemen, dat is heel mooi, maar die bijen steken echt niet. Alleen, als ze op het gras zitten, als ze dan klaar voor bloemetjes, je blote voeten, ja, dan, of je bent in de bloemen aan plukken en je knijpt erin, dan worden ze boos en dan pikken ze. Ja. Maar niet als ze op de bloemen vliegen. Ze moeten wel een gezond lichaam hebben en als dat niet is, dan gaan ze voor de winter of tijdens de winter sterven ze uit. Dan is het soms de hele kast leeg, dat noemen we dan verdwijnziekte. Het wordt misschien allemaal een beetje technisch, maar die verrouwmeiten kan ik laten zien. Ik kan er zit een schuif onder. Tegenwoordig hebben we onder de bodem van de kast is gaas. Dan valt er alle rotzooi, maar ook als er mijten doodgaan of je bestrijdt ze, vallen ze naar beneden. Kun je zien wat er gebeurt. Ja, ga je reizen met de bijen naar ergens anders naartoe, dat doen we natuurlijk s'avonds laat, morgen vroeg, als alle bijen thuis zijn. Hè? Jullie gaan ook op vakantie, als je met je gezin gaat, gaan ze ook allemaal mee. Hè? Nou, dat is hier ook zo. En dan maken we die kasten dicht, maar dan doen we die bodemschuif eruit, want er zit ook weer een schuif onder dat wel dicht is. En bovenop eventueel een gazen raam, dat ze lucht hebben, anders kunnen ze warm lopen, noemen we dat. Dan wordt het zo warm in die kast, dat de raten, de honing, de was, alles smelt. Nou, dat kun je het vergeten. Ik heb het één keer gehad. Want dit is een Tempex-kast.